Technische achtergrond en oorzaak. De exacte oorzaak van de storing is tot nu toe niet bekend, maar er wordt gespeculeerd dat een fout in een recent uitgevoerd systeemupdate van CrowdStrike de problemen heeft veroorzaakt. CrowdStrike heeft hier tot nu toe niet officieel op gereageerd, maar de technici werken hard aan het oplossen van de storing. Deskundigen wijzen erop dat beveiligingsupdates in grote IT-omgevingen altijd een aanzienlijk risico met zich meebrengen. Vooral wanneer ze niet voldoende zijn getest voordat ze live gaan. Verklaringen en reacties. De reacties op de incidenten waren divers. Terwijl sommige bedrijven begrip toonden voor de technische uitdagingen, waren er ook tal van kritische stemmen. Het is onacceptabel dat een zo belangrijke beveiligingsoplossing zulke extreme storingen veroorzaakt, zei een getroffen directeur uit de financiële sector. Op sociale media zoals Twitter en LinkedIn is er een verhitte discussie ontstaan over de betrouwbaarheid van moderne IT-beveiligingsoplossingen. Langdurige gevolgen. Het is te verwachten dat dit voorval verstrekkende gevolgen zal hebben. Bedrijven wereldwijd zullen hun afhankelijkheid van individuele IT-leveranciers heroverwegen en maatregelen nemen om in de toekomst soortgelijke voorvallen te voorkomen.